Nou ja, hier staat dus het beeldscherm en dit is dus het euvel. Die wil er niet meer af. Die moet eraf. Maar we weten, krijgen het niet voor elkaar. Nou, eerst... Oh, sorry. Dit is niet. Nou, de nieuwe steentjes hebben een kleurtje gekregen. Deze is heel mooi paars. Die dekt super goed. Vind ik ook echt heel mooi. Goedemorgen. Het is zaterdagmorgen 27 maart 2021. Er is vandaag niemand jarig. Of nee, ik moet eens even kijken. Het gebeurt nog wel eens dat ik pas aan het eind van de dag of zelfs met het editen het zie. Dus ja, dan heb ik het niet genoemd in de vlog, maar dan zorg ik wel een berichtje eronder. Ik ben dus bezig met de vlog, maar kijk eens, achter me ligt iemand heel erg lekker in het zonnetje. Genieten van het kraakmandje, zeg maar. Maar hij kan zelf op dit bed springen, dus dat is ideaal. Maar ik ga even verder met editen, want het is de video van donderdag. En dan kan ik donderdag, vrijdag ook weer online zetten. Of ik alleen nog maar een paar bullet journal video's dit weekend te doen. Heerlijk. En ik ga natuurlijk weer vier nieuwe video's maken. Daar heb ik ook heel veel zin in. Ik ga verder. Die staat in de render. We gaan zo meteen even naar Haarlem, zoals ik al zei. Mooi, lig jij zo lekker. Ga je met mij mee? Gaan we naar beneden? Ja, ja. Moet ik weer een hond oppakken? Onder de arm nemen. Nou, gelukkig weegt hij maar 3,4 kilo. Dus dat is goed te doen. Hij vindt de trap af best spannend en ik ook. Dus ik ga jullie wel even uitzetten, want ik heb echt even een hand nodig om een trapleuning vast te pakken. We willen niet met Ravi nou van de trap lazeren. Ravi, kijk eens. Oh, hij is poesje. Hij gaat poesje zoeken. Er zijn geen poesjes, zegt hij. Trap ik niet in. En we staan bij de trap. Dat vind ik eng. Nou ja, hier staat dus het beeldscherm en dit is dus het euvel. Die wil er niet meer af. Die moet eraf. Maar we weten, krijgen het niet voor elkaar. Met twee man aangetrokken gedaan. Gedaan wat er volgens de beschrijving bij moest. Volgens YouTube. Maar het lukt niet. Maar inmiddels heb ik hem ook even zijn harnas aangedaan. Waar ben je? Daar ben je. Ja. Want hij mag gewoon even met mij mee. Want ik mag toch de winkel niet in. En dan kan hij mooi buiten even samen met mij wachten. Dan is hij in elk geval niet alleen thuis. Is ook wel even goed voor hem. Even lekker mee. Kan hij even wennen weer aan autorijden. Hè? Ja, ga je mee? Ja. Ravi, wat vond ik op zondag voor leuks? Is dat een panda? Ja, hè? En van wie is die panda? Die is van Ravi, hè? Oh, ga hem pakken dan. Ga hem pakken, want anders pak ik hem, hè? Ga hem pakken. Ga hem pakken. Oh. Pak hem dan. Oh, is dat jouw panda? Hij is jouw panda, hè? Kom maar. Ja? Waar gaat de panda heen? Gaat de panda naar je bed? Je wilt spelen, hè? Ja, je was heel misselijk geworden in de auto. Alles eruit gespuugd. Maar nu gaat het wel weer, heb ik het idee. Oh, is hij toch van jou? Oh ja, de panda moet even dood. Zie je al de auto of nog niet? Kom eens kijken. Kom eens. Kom eens kijken. Maar kom eens kijken, wie is dat? Kijk, die voeten die ken je. De Nicket. Dat is leuk. Oei, nou Max weer eerst in de Free Practice 3. Dat is heel mooi natuurlijk. En niet een beetje sneller dan de Mercedes van Hamilton en Bottas, maar heel veel. Maar ik neem jullie mee naar boven, omdat er achter mij iets is veranderd. 1, 2, 3. Ik heb het oude beeldscherm van Emily gekregen. Dus ik kan nu met 3 beeldschermen aan het werk. Dat is super fijn. En ik ga gelijk video's voor jullie uploaden. Kom maar, Ravi. Ravi vindt naar boven klimmen nog steeds heel spannend. Hij doet het af en toe nu wel. Ik ga lekker even aan de slag voor jullie. Ik had het meest, we hebben toch een jarige vandaag. Ik wilde zeggen, ik weet zeker dat er vandaag iemand jarig is. En dat klopt ook, Melissa is vandaag jarig. Melissa, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Je stond niet in de agenda, maar wel op Facebook in mijn verjaardagagenda. Dat is even handig dat ik daar even in keek. Ik heb daar dat berichtje waar jullie allemaal op gereageerd hebben, heb ik opgeslagen. En daar staat ze gewoon tussen. Is dat niet even mooi? Dus bij deze, van harte gefeliciteerd. Ik hoop dat je een hele fijne dag hebt.
Ik ga gauw even deze video editen. Dan ga ik, dat is de video van vrijdag. Daar moet nog een eindstukje aan, want dat heb ik gisteravond niet gedaan. En dan ga ik de kwalificatie van de Formule 1 kijken om 4 uur. Spannend. Zou Max gelijk een pole halen? Of hebben de Mercedes toch nog weer een troef achter de handen? Daar ben ik een klein beetje bang voor dat dat weer aan de orde gaat zijn. We gaan het zien. We keep our fingers crossed, in elk geval. Nou, eerst... Oh, sorry, dus je me niet. Eerst waren het met uploaden 4 stappen of zo. Toen werden het er 5. Nu zijn het geloof ik al 7. Je moet allemaal extra klik zetten. Het is een hele hoop veranderd. Moest ineens ook belastinggegevens opgeven voor Amerika. Dat is gelukt overigens hoor. Maar het zegt dat je denkt van, hè, wat is er allemaal aan de hand? Maar YouTube is dat allemaal aan het veranderen. Maar goed, er staan nu 5 video's in de upload. Eentje staat in de render, die schiet op. Die moet nog een half uurtje. Nee, dat is niet waar. 7 minuten. Hij heeft nu 19 minuten gedaan. Totaal is dat een half uurtje. Maar ik ga naar beneden, want er is over de 10 minuten kwalificatie. Dus ik ga echt heel erg opschieten. Vanavond eten wij pasta. Tenminste, Emily eet er pasta bij. En ik twijfel nog of ik courgettini ga eten. Of dat ik de pastasaus op een wrap smeer en er een pizza van maak. Lijkt me ook wel lekker. Maar... ik ga Formule 1 kijken. Zo, nou, inmiddels weer een beetje bijgekomen van de spanning en de hectiek. Want Max reed gewoon pole position. Jongens, wat was dat onwijs gaaf. Ik had het zo gehoopt. Niet verwacht, omdat de Mercedes eigenlijk altijd nog wel weer een trucje ergens uithalen. Want je hoort, dat is iemand die aan het spelen is met de bal. Ik zet jullie heel even neer hoor. En ja, toch... met alles. Dus hè, eerst in de eerste vrije training, eerst in de tweede vrije training, eerst in de derde vrije training en nu op pol. Dus morgen wordt het echt bloedje spannend. Nou ja, wordt daarna bij gegeten. Die pasta saus die ik vorige week gemaakt heb, die heb ik nu verwerkt tot pasta. Voor mij met courgettini, voor Emily met penne. En ik heb een rondje met Ravi gelopen. Nog even met mijn moeder en met Marijn gebeld. Want Marijn is bij mijn moeder dit weekend. En ik ben daar nu even niet. Ik ben volgend weekend weer bij mijn moeder. Wisselen dat een beetje af. En het weekend daarna is Marijn hier. Dat vind ik ook super leuk. Daar heb ik echt heel veel zin in. Kan hij ook kennis maken met Ravi eindelijk. Dat is natuurlijk ook super leuk. Jullie gaan een nieuwe accu krijgen. En ik ga lekker mijn kop thee drinken. Goedemorgen. Het is zondagmorgen. Het is vandaag 28 maart en ook vandaag hebben we een jarige Job. Dat weet ik, want dat heb ik in de agenda gezien. Dat is namelijk Paulien. Paulien, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Ik hoop dat je een fijne dag hebt en ik zie je graag in al deze vloggen. Laat hieronder even een reactie achter, dan kunnen anderen jou ook feliciteren. Ik ga gauw aan de slag, ik ga video's editen en inspreken, dus ik ben wel even bezig. Zo. Het is klaar. Straks kan ik er nog een inspreken. Dat is een kortere, die is maar 20 minuten. Tegenwoordig doe ik ze niet meer versnellen. Ik denk dat mensen dat prettiger vinden. Ah, dan doen we dat toch. Eens even zien wat er hier allemaal gebeurt. Hoi, ja, ik denk je wat een kleur, maar ik heb net 40 minuten met Ravi door de wind en de regen gelopen. Dus dan krijg ik altijd lekker even een kleurtje van. Maar het was wel heel erg lekker. Het regende gelukkig maar een heel klein stukje. Dat was wel fijn. Nou weet ik zeker dat ik net een telefoon mee naar beneden heb genomen. Want ik heb ook wel nog even een bullet journal video klaargezet. Die moet ik zo nog even inspreken. Dat ga ik zo even doen. Maar ik had eventjes trek in een crackertje na het lopen. Dus ik heb even een crackertje gepakt. Maar toen zag ik ondertussen dat er een rot tomaatje in de tomaatjes zat. Dus daar heb ik een hele hand van weggegooid. En Ravi die denkt, jij hebt eten, dus ik wil ook. Maar jij hebt al een oortje gehad vandaag, meneer. Dus je krijgt niks. Het is goed met je. Je hebt wat gehad toen we terugkwamen. Ja. Nee, dit is voor het baasje. Ja. Maar ik ga zo even een video opnemen. En we gaan nu eerst even lekker dat opeten. Zo, inmiddels heb ik een glaasje cola ingeschonken. Heb ik een puzzeltje op schoot. Want de race begint over 20 minuten. Nou, tot die tijd kan ik nog lekker even een puzzeltje leggen. Daarna gaat dat niet meer goed, denk ik. Spannend. Gaat Max een pole waarmaken? Wordt hij ook eerste? Ben benieuwd. Ik moet zeggen, de pace car, dat is de auto die het eerste rondje voorop rijdt. En die ook zeg maar als er wat aan de hand is, safety car. Die is wel erg mooi.
Jongen, 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 wat was dat spannend. Jammer dat Max het net niet redde. En dat zat hem vooral in het feit ook dat Lewis een bepaalde bocht elke keer over de lijn ging. En dat daar niks van gezegd werd. Terwijl dat van tevoren was aangekondigd dat het niet mocht. Dus daar snap ik iets niet in. En Max deed datzelfde bij een inhaal. En toen moest hij ineens het teruggeven. Dus ik vind het een beetje vreemd. Maar goed, dat zei zo. Tweede. Mooi begin van het seizoen. En nu maar hopen dat Max dit voort kan zetten. Mick Schumacher viel mij in elk geval een beetje tegen. Daar had ik wel wat meer van verwacht. Tsunoda deed het goed. Perez deed het na een initiële slechte opwarmers om terwijl hij stil kwam te staan. Ook nog heel goed. Dus, nou goed. We gaan ervoor. De komende weken Formule 1. Kan wat? De komende maanden zelfs. Inmiddels heb ik lekker koolraapfrietjes gegeten. Erg lekker met een gebakken visje. Ook erg lekker. En ga ik zo meteen nog een rondje met Ravi lopen. Maar eerst even wat andere zaken doen. En ik wil straks nog even lekker knutselen. Dus daar heb ik ook zin in. En waar ik eigenlijk de camera voor pak. Is om te jullie te vertellen dat we nog een jarige hadden dit weekend. En die stond niet in mijn agenda. Daar kwam ik achter doordat ze een reactie achterliet. Dat is Mirjam. Oh, weet niet waarom je niet in mijn agenda bent beland. Misschien sta je erin in april. Maar jij gaf aan dat je jarig was. Vrijdag gaf je het aan dat je morgen jarig was. Ik denk dus dat jij zaterdag jarig was. Dus bij deze ook jij van harte gefeliciteerd. Ik hoop dat je een hele fijne dag hebt gehad. En ik wens je een heel gezond en gelukkig nieuw levensjaar toe. Ik wil natuurlijk voor alle jarigen, ook de mensen die niet in mijn agenda staan. Ik ben helemaal blij dat jullie allemaal jarig zijn. En wens je een hele fijne dag. Zo, ik ben weer thuis. Ik ga nog met de nieuwe hand stenen naar boven. Die ga ik alvast een basislaagje geven. Is er een aantal dan. Niet allemaal. Oh. Wel een aantal. Een aantal wil ik helemaal kleuren. Een aantal wil ik een stukje kleuren. Dus daar ga ik zo mee aan de slag. Lekker hier zitten. Straks nog Wie is de Mol kijken natuurlijk. Wie is de Mol België. 4.be moet je zijn. Zoiets. En dan word je wel doorverwezen naar de goede website, denk ik. Dus lichtje aan. En ik ga lekker even vreubelen. Zo. Heel veel lichtje aan, zeg maar. Maar ik heb er nu 1, 2, 3, 7 heb ik er. En ik was er nog bezig met eentje. Die kan ik verder maken nu.
Nou, de nieuwe steentjes hebben een kleurtje gekregen. Deze is heel mooi paars. Die dekt super goed. Vind ik ook echt heel mooi. En er moet nog de andere kant natuurlijk, hè, maar hij moet eerst drogen. Een witte en groene met een vlakje. In het vlakje komt een cactus. Een blauwe, waarvan ik nog niet weet wat ik ermee ga doen, maar ik denk dat ik erop ga stippelen. Een andere blauwe en dat wordt een paasei. Dit wordt een klomp. Dat kun je al zien, hè. De vorm zit er al in. Of een schoen, zoiets. En deze roze, ik weet het niet, maar ik wilde kijken hoe dekkend de roze was. Dus dat wordt ook nog wel leuk, denk ik. En deze is nu af. Dat is een regenboog geworden met op de achterkant alle tekst al. Hij wil even niet scherp stellen hierop. Moet ik even anders neerleggen. Kijk. Kei gaaf, vraag het Suus, 1702 en laat je een bericht achter, zwerfsteen. Met het logo van Facebook er ook bij en natuurlijk het logo van YouTube. En ik heb bewust de lijntjes niet recht gemaakt, maar de lijntjes gevolgd zoals ik geschilderd heb. Dat vond ik wel origineel. Nou moet er nog afgelakt, maar hij moet eerst nu een dag drogen. Dus die ligt daar. Nou, dit wordt dus een klompje en ik ga nu even de zooi opruimen. Straks ga ik natuurlijk Wie is de Mol België kijken. Dus ik heb alles mijn laptop even klaargezet, want dat ga ik heerlijk vanuit bed doen. Voor die tijd doen we nog even. Want het is nu... Die klok loopt niet goed. Die zegt 7:30, dat is het niet. Het is 8:30, dan heb ik nog een uur. Dan ga ik nu eerst met Rafila. Is die uit geweest? En dan kan ik daarna lekker naar boven. Dat lijkt me een goede volgorde. Hé Rafi? Ga je mee? Gaan we plassen? Dat is een ja, denk ik. We gaan even een oortje in doen en lekker lopen. En net samen met Bianca van Hoi, ik ben Bianca, naar Wie is de Mol België gekeken. En wat is dat toch zoveel mooier dan de Nederlandse versies. Er zaten ook vandaag weer opdrachten in. Ja, die kun je met BN'ers gewoon niet doen. Ze zijn gewoon te gevaarlijk. Maar zo tof. Maar mijn mol is eruit. Nou ja, een van de drie mollen. Het was heel spannend. Het was heel erg leuk. Bianca en ik hebben lekker samen geappt ondertussen van wat we zagen en dingen die ons opvielen en zo. Maar goed. Inmiddels is het wel bedtijd nu. Rafi die ligt al lang. Die lag net zo hard te dromen. Alle pootjes spartelden. Dat was zo schattig om te zien. Ik heb het alleen niet gefilmd dat ik midden in Wie is de Mol zat. Goed, ik ga slapen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat je hem leuk vond. Vergeet niet om een duimpje omhoog te doen. Abonneer kan hier beneden. En dan zie ik je graag terug morgen. In een nieuwe weekendvlog wil ik zeggen. Was het maar zo'n feest. Maar nee, in een gewone maandagvlog. Maar ik ga gauw slapen. Het is 10:45. Dat voelt niet als 10:45. Maar ik moet echt gewoon gaan slapen. Want anders is het morgen om 5:45 de wekker. Wel heel vroeg. Dus tot morgen. Dankjewel. Doei doei. En ik kijk terug. Ik moet nog natuurlijk zeggen, hele fijne dag als je de video's morgens kijkt. En kijk je 's avonds. Slaap lekker. Mooie dromen. Doei. Doei dan even.